Komen er in de toekomst extra windturbines langs de N11? Het gaat dan om het gebied tussen pak en beet de huidige windmolens bij Alphen en Hazerswoude en de windmolens een paar kilometer verderop bij bierbrouwerij Heineken in Zoeterwoude. Het lag in de lijn der verwachting dat daar inmiddels een antwoord op zou zijn. Ondanks dat de gemeenteraad een maand geleden in meerderheid aangaf die windturbines niet te willen hebben, is eind juni tijdens de besluitvormende gemeenteraadsvergadering toch iets anders beslist. En dat komt door de drie coalitiepartijen in de gemeenteraad. Ik heb die inwoners uit Hazerswoude Rijndijk horen zeggen dat ze niet primair tegen windmolens zijn. Alleen de wijze waarop het gebeurt en de omvang van die molens. Hè, want dan wordt er gelijk een molen geroepen van 250 meter hoog. Nou, je zal hem in je achtertuin dan bestaan. Hè, daar word je geen blij mens van. Maar ze zijn niet primair tegen. Dus ik ga ervan uit, als je ergens tegen bent, dat je ook nagedacht hebt over wat je wel wil. Dus het zou mij niet verbazen, en daar hoop ik ook een beetje op natuurlijk, dat men er vrij snel uit is door de inwoners gewoon te laten praten en te laten tekenen. En dan moeten wij kijken met elkaar van oké, past het binnen het beleid? Past het binnen de kaders? Zo ja, dan zullen we dat ook moeten honoreren op die manier. Maar de oppositie betwijfelt of het wel zo gemakkelijk gaat. Sterker nog, de voltallige oppositie zegt dat deze door de coalitie aangebrachte aanpassing op het volledige document, een amendement genoemd, helemaal geen waarde heeft. Dat volledige document, dat heet de RES, oftewel de regionale energiestrategie. Daarin staat beschreven hoe dit deel van Zuid-Holland wil gaan voldoen aan de klimaatdoelstellingen. En windturbines zijn een belangrijk onderdeel daarin. Je kunt eigenlijk alleen ja of nee zeggen tegen deze versie 1.0. Dus de RES 1.0 stel je alleen maar vast op ja of nee. En alles wat je daarin zou willen wijzigen, kan nu niet meer gewijzigd worden. Dat wordt pas in een RES 2.0 gewijzigd. Maar ja, in die tussentijd heb je dus wel ja gezegd tegen de uitgangspunten en de zoekgebieden die nu staan opgenomen in de RES 1.0. En dat is dus gebeurd afgelopen week. En dat is ook waar we zo van balen. Want als je die zoekgebieden echt eruit wil hebben, als je echt zegt hier kan ik niet mee leven, dan moet je gewoon klip en klaar nee zeggen tegen de RES 1.0. En dat is wat wij hebben gedaan als verenigde oppositie. En om die reden staan de coalitie en de oppositie lijnrecht tegenover elkaar. Met als conclusie dat de regionale energiestrategie is aangenomen, maar waarbij de coalitie beweert dat nu opnieuw gekeken gaat worden, maar dan met de inwoners, of er eventueel locaties te vinden zijn voor windmolens. Maar waarvan de oppositie zegt dat de gemeente nu helemaal niet meer aan zet is en dat het zomaar kan gebeuren dat die windturbines dicht tegen Hazerswoude aangebouwd gaan worden. Actiecomité Turbulent uit Hazerswoude, die zich fel verzet tegen de windturbines en ook een demonstratie door Rijndijk heeft georganiseerd, is er niet gerust op. Opgelucht zijn we denk ik niet. Het is natuurlijk prima dat de zoekgebieden verdwenen zijn. Dus zijn geschrapt uit de RES 1.0. En dat is precies wat we wilden. Alleen ik krijg toch wel de indruk dat door het amendement wat er is ingediend, de achterdeur gewoon nog steeds open staat om die zoekgebieden gewoon weer terug te krijgen. Wat belangrijk daarbij is om te zeggen is dat het een strategische verkenning is. En dat er vooral dus gekeken wordt naar de doelen en naar de eerste ideeën. En wat we hierna gaan doen is vooral kijken van hoe willen we dit in Alphen organiseren. Dat is met een moeilijk woord de ruimtelijke kaders. En daar gaan wij zelf over als Alphen aan de Rijn. En daar moet de gemeenteraad ook over beslissen. En daarnaast is dit nog maar de eerste regionale energiestrategie. En wordt er straks gewerkt aan een tweede versie. En daarin kan ook juist dit amendement een plek krijgen. Dus dit is een heel belangrijk amendement wat zeker ook invloed heeft. Wordt dus vervolgd.